Hey, Majesto, en welkom bij een nieuwe video. Hier mijn kraampjes. En vandaag ga ik het hebben over irritante dingen aan school. Want zoals jullie weten, bijna iedereen die deze video op dit moment kijkt, zit nog op school. Dus ik ga jullie gewoon mijn mening daarvan vinden. En laat even in de comments weten natuurlijk of jullie dat ook vinden van wat ik vind. Laat even als je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Hopen mij enorm als we de 100 likes kunnen hitten. Zou dat heel awesome zijn natuurlijk. Maar we gaan natuurlijk gewoon gelijk nu beginnen met het eerste ding wat ik vind. Is het huiswerk. Maak of huiswerk geven en maak van docenten. Want als jij bijvoorbeeld jouw huiswerk niet maakt, docenten erachter komen, geven je soms strafwerk. Nu heb ik daar niet heel erg veel last van in de derde, maar in de tweede had ik daar wel last van. Maar dan vind ik, oké, jullie verplichten mij dus om huiswerk te maken. Maar als we een toets hebben gemaakt, duurt het een fucking maand voordat je de cijfers hebt. Niet dat dat soms erg is, want als je de toets slecht hebt gemaakt, is dat juist chill. Maar sta jij een onvoldoende voor bijvoorbeeld Frans zoals ik sta, en ik weet dat ik die toets gewoon echt doodhard heb gekild, dan wil je gewoon dat binnen een week die toets erop staat. Maar dat heb je dan niet. En dan, ja, gaat jouw mentor weer zeggen van, je staat tekort. Dan zeg je, ja, maar mevrouw, de docent die kijkt de toets niet na. En dan krijg je als antwoord, ja, maar wij zijn ook mensen. Maar als wij ons huiswerk niet maken, dan krijgen we wel strafwerk. Ja toch, zo is het wel, dus dat is mijn allereerste irritatiepunt. Het tweede irritatiepunt is soms hoe mensen uitleggen. Want ja, natuurlijk, je komt de middelbare school binnen, dan begin je als brugpieper, dan ga je de tweede klas in, dan ga je de derde klas in, dan vierde en dan ben ik klaar, want ik doe MAVO. Doe je HAVO, zit je geloof ik nog een jaar en dan ben je klaar met je examen en al die shit. Heb jij zo en zo wel elk jaar een andere docent? Bijvoorbeeld, ik had in de eerste voor aardrijkskunde een vrouwelijke docent. In de tweede had ik een mannelijke docent. En nu in de derde heb ik nog een andere mannelijke docent. Nu heb ik aardrijkskunde voor volgend jaar niet gekozen. Dus ik weet niet wie er dan als docent krijgt. Maar elk docent heeft een andere manier van lesgeven. Dus ben ik bijvoorbeeld de lesgeving van mijn docent uit de eerste heel erg gewend. En dan opeens een docent in de tweede krijgt die heel anders uitlegt. Is natuurlijk gelijk even wennen. En zijn jouw cijfers misschien ook anders. Dat heb ik dit moment ook met Frans. In de eerste had ik dezelfde docent als nu. In de eerste is allemaal best wel makkelijk. Daar krijg je de standaard dingen met je suis gesto, il est. En dan, ik weet 15 even niet in het Frans, maar 15 ans of zo. Dat soort dingen. Maar nu krijg je natuurlijk echt de zware grammatica dingen. En dat is best moeilijk. Als je dan iemand hebt die chill kan uitleggen, is natuurlijk relaxed. Maar ook heb je iemand die er niet echt heel veel zin in hebt. Ik blame op dit moment geen Frans docent. Maar dan gaan jouw cijfers ook anders worden. Dat is dus een irritatiepunt die ik heb, want in de tweede ging ik echt ziek goed voor Frans. Dan heb ik gewoon 7 voor proefwerk. En nu haal ik, ja, 4,3. Een 3,3 bijvoorbeeld. Dan heb ik toevallig wel een 6,1 voor mijn luistertoets. Dus shout naar mezelf. Maar ja, weet je, dat is toch weer een irritatiepunt voor mij. Ik weet niet of het voor jullie zo is. Maar we gaan door nu naar de volgende. Het volgende irritatiepunt is dat docenten sommige dingen wel mogen en jij niet. Een docent mag in de klas drinken, in de klas eten. En wat mogen wij? We mogen eigenlijk niks. Oké, je mag soms een slokje water nemen, maar je mag niet jouw flesje sinaasappelsap of jouw pak dubbel fris eventjes, daar mag je geen slokje van nemen of zo. Ik vind dat raar, want jullie drinken wel thee in de les of koffie en eten gewoon je boterham. Oké, jullie hebben misschien wel geen pauze, maar vaak genoeg ook, want wij hebben een docentenkamer. Dus ik snap het niet helemaal, maar ja, misschien dat jullie in de pauze wat anders doen. Ik weet het niet, ik kijk niet in jullie leven, maar we gaan nu door naar de andere. Dit is de laatste irritatie die ik op dit moment heb natuurlijk, dat je sommige lesdagen echt zo, maar ook echt zoveel boeken bij moet hebben. Mijn lessen duren 50 minuten. Dan hebben we toevallig, als je deze video kijkt. Jawel. Als je deze video kijkt, is het weekend. Maar we hebben de week daarna, dus maandag, aankomende maandag, als jullie ook weer naar school moeten, hebben we verkort rooster. Dan duurt elke les 45 minuten. Dus maar 5 minuten. Maar ja, aan het eind van de dag scheelt dat toch weer een uur of zo. Soms heb je gewoon het eerste uur les, dus om 7:45 tot 4 uur. Als je 50 minuten rooster hebt. En dan moet je voor elke les een fucking boek meenemen. En dan is je tas gewoon echt gewoon zwaar. En dat vind ik fucked up. Want je zit op de fiets. En dan hangt je rug zo helemaal achterover zo. Maar weet je. Het is chill. Dat je ook boeken en schriften via de iPad kan hebben. Maar ja, wij hebben geen iPad klas. Dat heb je alleen als je in de HAVO zit geloof ik. Dus shout naar mensen in de HAVO zitten. En een iPad hebben. Maar ja. Dit waren mijn irritaties. Mocht je nooit van deze video, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk 100 likes zou awesome zijn. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen bij weer een nieuwe video om 3 uur precies. Zoals ik al gezegd. Doei.